Ik hou van geluid. Nee, mooi geluid. Ja, zo. Ik hou van mooi geluid. Mooi geluid is lekker. En luisteren is eigenlijk net als voelen met je oren. En ik mag dan wel niks van techniek weten. Ik weet wel iets van muziek. En daarom wil ik u wat Philips luisterapparatuur laten zien. Het is eigenlijk ongelooflijk wat ze daar allemaal maken. Moet je kijken. Een stereolampje. Dat vloekt automatisch aan wanneer er een stereoprogramma op de radio is. En daarom noemt men het ook een stereoradio. En Philips levert hem compleet met twee boksen en ingebouwde platenspeler. Een complete muziekmachine voor nog geen 700 gulden. More fan mail than the Pope. She takes the Mickey out of all my phobias, like signing checks to ward off double pneumonia. Life is a bit of stoning, served up with bombers and cheese. Geluidje, hè? En dat was nog maar het begin. Want nu begint het grote werk. Een versterker, platenspeler met ingebouwde cassetterecorder en compleet met twee boksen. Is dit geen beauty? Met deze cassetterecorder kunt u alle muziek opnemen en niet alleen van de plaat, want u kunt er gemakkelijk een radio op aansluiten. Een geweldig ding, hè? Vindt u niet? Maar het wordt allemaal nog veel geweldiger, want als u dit koopt, dan heeft Philips voor u drie prachtige dubbel LP's. Orkestmuziek, Nana Mouskouri en Wim Sonneveld voor de belachelijke prijs van 25 gulden. En voor degene die meer van klassiek houden, heeft Philips voor u deze luxe cassette met 6 prachtige klassieke langspeelplaten eveneens voor 25 gulden. Had ik u nog te zeggen. Deze hoofdtelefoon krijgt u er helemaal gratis bij. Is dat niet aardig van meneer Philips? En ik neem het gelijk even op voor straks in de auto, want daar heb ik ook een recorder. Wat zegt u? Het uitgangsvermogen? 2x7 volt. En als u meer vermogen wilt, dan is dit misschien niet voor u. 2x17 watt. Nou, daarmee houdt u uw buren echt wel uit hun slaap. De boksen worden standaard bijgeleverd bij deze stereo-radio-versterker combinatie. En moet u eens even kijken wat ze er allemaal van gemaakt hebben. Kosten nog moeite gespaard. Gewoon een knopje voor hard en voor zacht. Moet u eens even zien hoe dit er allemaal uitziet. Daar blijf je toch gewoon mee spelen. Nu nog een mooie platenspeler erbij. Alsjeblieft, een juweeltje. Mooie houten voet, hi-fi en een geluidje om te zoenen. Wilt u dat geluid eens horen zonder dat gebabbel van mij? Dat doen we dan op precies dezelfde platenspeler, maar dan ingebouwd in deze stereo-radio-versterker-combinatie. En nou moet u eens opletten hoe Roger Whittaker dan klinkt.
As a ship lies rigged and ready in the harbor, tomorrow for old England she sails. Far away from your land of endless sunshine, to my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. En als u het allemaal op uw gemak wilt opnemen, dan neemt u deze cassette recorder erbij. Dan heeft u een complete geluidsstudio. En als u het allemaal op uw gemakje wilt opnemen, dan neemt u deze cassette recorder erbij. Dan heeft u een complete geluidsstudio. Goed, hè? Elektrogrammofoon met versterker. De boksen horen erbij. Zelfs iemand met twee linkerhanden kan nu geen platen meer beschadigen, want hij heeft een automatische armlift, zodat u nooit meer de naald op de plaat hoeft te zetten of van de plaat hoeft te tillen. Kijk, zo. En bij deze fantastische hi-fi platenspeler geldt hetzelfde aanbod als daarnet. 6 prachtige klassieke langspeelplaten in cassette voor 25 euro. En als u niet zo van klassiek houdt, 3 dubbel LP's, orkestmuziek, de onvergetelijke Wim Sonneveld, ik zal u enkele nummers noemen die erop staan. Het hondje van Dirkie, Tea Room Tango, Nickel en Nelis, Het Dorp, te veel om op te noemen. En tot slot gaan we een klein stukje beluisteren van de dubbel LP van Nana Mouskouri. In there, on a sunny morning, little Jimmy Brown was born. So his parents brought him to the chapel when he was only one day old. And the priest blessed the little fellow. Welcome, Jimmy, to the fold. All the chapel bells were ringing in the little valley town, and the song that they were singing was for baby Jimmy Brown. Then the little ik weet gewoon niet waar ik het eerst of het laatst mee moet beginnen. Philips heeft zo ontzettend veel hi-fi stereo apparatuur. Neem deze nou bijvoorbeeld. Een radio. Een hi-fi stereo radio, zegt Philips gewoon. Ze vertellen er niet bij dat hij nog kan denken ook. Want zodra hij een FM stereo programma ontvangt, schakelt hij automatisch over op stereo weergave. En bij deze geweldige radio horen natuurlijk 2 gevoelige boksen en een perfecte grammofoon. Ziet u, Philips heeft het allemaal. En als u zelf weer platen op wilt nemen, dan neemt u er nog een cassette recorder bij. Een hele mooie, met opnamekoppen die extra lang meegaan en met een speciaal apparaatje ingebouwd dat ervoor zorgt dat je vrijwel geen ruis hoort. Fear of mine, tell me, said the elephant, tell me why this has to be. We have to run from man the hunter, never save and never free. Yeah.
Maar ik moet u zeggen, persoonlijk hou ik meer van het grotere werk. Een zware jongen met 3 motoren. De speciale longlife-koppen zorgen ervoor dat u eindeloos lang kunt opnemen. En Magno Control voor een snelle, betrouwbare bediening. Zo, en nu heb ik u laten horen wat ik van techniek weet. Ik wil u ook nog een klein stukje laten horen wat ik van muziek weet. Hey Ronnie, mijn Ronnie, ik had papa beloofd om jou niet te kussen voordat we zijn verloofd. Hey Siska, mijn Siska, toe trek het je niet aan, want straks is het donker en kun je stiekem gaan. Hey Ronnie, mijn Ronnie, als dat mijn vader ziet. Maar Siska, wat denk je, hij merkt dat zeker niet. Ik zet wel een ladder onder aan het raam. We hebben dat samen al zo vaak gedaan. Vanavond gaan we naar de kermis in de stad. Van de schieten gaan we naar het reuzenrad. Op de kermis, daar is altijd wat te doen. En bovenin dat reuzenrad krijg jij een zoen. Ik zei het u al. Philips maakt ontzettend veel fijne muziekmachines. Muzikale bouwstenen, zou je kunnen zeggen. En er is er vast wel een bij die precies zo is als u zich in uw dromen voorstelde. Praat eens met de verkopers in deze zaak. Tot ziens.